ga ik wel echt met mijn billen bloot. Met de billen bloot. Welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaat mijn video over 20 weetjes over mij die echt niemand van mij weet. Zoals je ziet neem ik vandaag een kop thee bij. Ik zou zeggen, doe hetzelfde. Sit back and relax. Want het wordt vandaag een chill dag. Met op het programma staan hele leuke weetjes about me. En die weetjes vertel ik dus normaal niet echt aan andere mensen. Laat hieronder een berichtje achter als jij dezelfde soort weetjes hebt. Of dat je je kan relaten met mij. Zodat ik me niet echt super eenzaam voel. Want dan ben ik officieel echt raar. Ja. Dan zou ik zeggen, laten we dan maar meteen beginnen. Weetje nummer 1. Ik ben raar. En wat bedoel ik met ik ben raar? Ik ben raar in de zin van ergens in een kamer. Het is doodstil. Ik ben dan diegene die binnenkomt stonken en alles laat vallen. En net even iets te hard praat. Dat mensen echt denken, wat is er net binnengekomen? Serieus, dat ben ik. Dat rare meisje ben ik. Weetje nummer 2. Ik ben echt mega verslaafd aan crime en horrorfilms. Het klinkt mega raar, maar ik hou van crime. Echt, ik zweer je, ik kijk alleen maar crime. Mijn vriend vraagt zich wel eens af wat ik van plan ben met al die informatie. Maar ik doe er echt niks mee. Ik ben er echt gewoon aan verslaafd. Weetje nummer 3. Als je me langer volgt, weet je dat ik dat soort dingen echt heel vaak doe. Ik verzin mijn eigen woordjes en... En die woordjes, ja, die zijn er dan gewoon. Ik vind gewoon, als ik een woordje maak, dan bestaat het klaar. Dus ja, vandalen, het spijt me. Ik doe dat gewoon. Weetje nummer 4. Je hebt van die meisjes. En je hebt meisje plus. En je hebt tomboy jongens, meisjesachtig. Eén. Hey, vind ik zo irritant, is nagellak eraf halen met nagellak remover. Dit moet ik dus nog steeds eraf halen. Bij mij gaat het er meestal gewoon ja, uit slijtage eraf. Ja, zo een no-go. I know. Beetje nummer 5. Ik ben te perfectionistisch. Alles wat ik doe moet zo goed afgeleverd worden. Nu is het gewoon goed. Als ik maar ook maar iets van een gevoel heb dat mijn gevoel zegt van... Nee, Mer, dit kan je nog niet online zetten of inleveren of whatever, wat het ook is. Dan doe ik het niet. En dan bekijk ik het weer allemaal en dan als ik helemaal tevreden ben, dan pas lever ik iets in. Kan soms wel goed zijn, maar soms kan dat ook echt killing zijn, geloof me. Weetje nummer 6. Dat vond ik wel leuk, weet je. Ja, daar ga ik even voor zitten hoor. Dat ik altijd en ook echt altijd te veel informatie geef. En ik denk dat ik mezelf nader moet verklaren. Stel je voor, je zit met je ouders aan de eettafel of met je gezin. Maakt niet uit. Dus stel je voor, hè, je zit daar met je gezin. Je hond loopt ergens rond. En we praten over koetjes en kalfjes. Dan ben ik degene die vertelt over... Hey, weet je wat? Ik ging net naar buiten. Toen ging ik Zeno uitlaten en hij moest poepen. En zijn poep zag er zo mega raar uit. Het was helemaal groen en slijmerig. En wanneer ik mijn verhaal aan het vertellen ben, merk ik dat de mensen al wat stiller worden. En ik kijk om me heen en denk... Too much information. Oké, weetje nummer 7 alweer. En dat is een weetje waar ik van denk dat ja, meerdere vrouwen dat wel hebben. Is het commentaar van je bijrijder. Kijk, ik ga niet zeggen dat ik echt een heldin ben op de weg. Ik kan auto rijden, dat kan ik ja. Maar ik ben niet super goed of zo. Maar mijn bijrijder hoeft dat niet de hele tijd tegen mij te zeggen. Ik word daar een beetje lichtelijk agressief van. Oké, weetje nummer 8. Ongesteldheidsverhaal. Vrouwen worden allemaal één keer per maand ongesteld. En in die maand heb ik sowieso één dag erin zitten. Waarvan ik denk, krijg lekker allemaal de pleuris. Ik ga lekker op bed liggen. Ik heb buikpijn. Ik voel me zielig. Ik ben ziek, misselijk, hoofdpijn. En alles wat erbij hoort. En ik denk, laat mij lekker met rust in al mijn verdriet. Weetje nummer 9. Dat is eigenlijk wel een goeie, vind ik. Ja, dat vind ik toch wel een positieve. Ik sta altijd op met de gedachte, vandaag wordt het een positieve dag. Behalve die ene dag van mijn ongesteldheidsdag. Maar voor de rest van de dagen sta ik altijd op met, dit wordt een leuke en positieve dag. Ik merk dat het bij mij echt een boost geeft om een dag te beginnen. Ik krijg er energie van, ik word er actief van, ik krijg allemaal ideeën ervan. En het helpt.
Het helpt. Weetje nummer 10 is een weetje dat ik soms 3 maanden heel erg fanatiek kan zijn met sporten. En dan ook all the way ga, alsof ik de Hulk zelf wil worden. En na die 3 maanden heb ik zoiets van fuck it, ik heb geen zin meer in. En dan ga ik gewoon weer even niet. Weetje nummer 11. Ik ben een monster. En wat bedoel ik daarmee? Ik kan soms best gemeen zijn. Ik ben niet altijd even lief. Vooral als ik mijn zin niet krijg. Ik lijk dan echt een verwend kind van 6 jaar oud. Oké, weetje nummer 12 is ik hou van normen en waarden. Ja, ik weet, we leven in 2017. Doesn't give a fuck about it anymore. Maar ik dus wel. Weetje nummer 13. Dat is eentje wat jullie niet achter mij hebben gezocht. Ik vind het velend om make-up op te doen. Ja, ik doe het wel omdat ik anders eruit zie als een zombie in de ochtend. Maar ja, nee. Nu doe ik ook alleen mijn ogen, mijn wenkbrauwen, lip. Ik kan niet 2 uur in mijn spiegeltje en helemaal alles perfect. Nee, of ik krijg al de kriebels als ik het hoor. Nee, dat ben ik dus echt niet. Weetje nummer 14 is, ik vind mezelf een meisje-jongen. Ik kan heel meisje-meis zijn in bepaalde dingen, maar ik kan ook echt meisje-jongen zijn. Oké, weetje nummer 15 is, ik hou van tat en van brood. Spijt me, maar ik weet de hype, gezond eten en oplet, brood is niet goed voor dit, brood is niet goed voor dat, brood is niet goed voor zus. Maar ik kan echt niet zonder brood. Ik wil ook niet dat ik 6 of 7 sneetjes op een dag eet. Maar tenminste wel 1 of 2, weet je. Ik vind dat heerlijk. Weetje nummer 16 is dat ik kan, wel een beetje raar eigenlijk als ik dat ga zeggen. Maar het is ook echt zo. Ik kan janken bij Disney films. Ik ben over emotion. Ik heb de conclusie voor mezelf. Weetje nummer 17 is dat ik heel vaak een vreetkick heb zonder stoned te zijn. Dat wil zeggen, als ik een dag heb, zullen we gaan eten. Ik heb zin in dit, ik heb zin in dat. Je kent het wel, je kijkt 10.000 keer in de koelkast. Hè? Alsof wanneer je de eerste keer in de koelkast en dan de tweede keer en de derde keer in de koelkast kijkt. Alsof er dan ineens mega veel is veranderd. Maar toch blijf je iedere keer naar die koelkast lopen. Omdat je gewoon, ja, zin in wat lekkers hebt. Trek, ik weet het niet. Ja, ik ga dan echt allemaal dingen bij elkaar verzinnen. Zoals laatst, gewoon echt ranzig geworden. Had ik een eitje gekookt, had ik een stukje ham eromheen gewikkeld en had ik klont mayonaise erop gegooid. En dat ben ik gaan eten. Dat zijn mijn vreetkikken. En daarna gaat er ook nog heel veel andere dingen bij in, maar dat maakt niet uit. Weetje nummer 18 is eigenlijk best bijzonder, vind ik. Ik heb een hekel aan drugs. Sorry voor de mensen die drugs gebruiken. Ik bedoel het echt niet zo. Niet dat ik dan een hekel aan de persoon zelf heb. Totaal niet, maar ik heb gewoon een hekel aan drugs. Ik vind het drankje wel lekker, maar ik weet niet. Met drugs heb ik gewoon niet zoveel. Nou, de ene laatste weetje alweer. Weetje nummer 19. Ik slaap altijd met mega veel kussens om me. Altijd moet hebben is dit kussentje. En die gaat dan lekker bij mijn buik. En dan ga ik daarop liggen. Ja, soms vind ik het wel fijn om gewoon echt mijn hele bed vol met kussens. Zoals je in Amerikaanse films ziet. Zo'n hele grote king size bed. En dan allemaal kussens. Oh, I love it. En dan zijn we alweer bij mijn laatste weetje. Weetje nummer 20. Wow, dat is wel snel gegaan. Best wel eigenlijk een mooi weetje, vind ik. Dus ook een weetje wat ik echt dagelijks in mijn leven toepas. En wat ik ook heel erg belangrijk vind. Ik vind positiviteit in je leven echt een must. En ik vind ook dat je andere mensen moet kunnen helpen. Daar waar je kan helpen. Allemaal liefde voor elkaar hebben. Ja, het wordt wel heel erg emotioneel nu. Maar nou, dit waren alweer al mijn weetjes. Vind je dit een leuke video? Vergeet dan geen duimpjes omhoog te geven. Vergeet dan ook niet te abonneren. En als je abonneert, zou ik het echt geweldig vinden als je ook het belletje meeneemt. Zodat jij iedere keer een notificatie krijgt wanneer ik een nieuwe video maak. En ik vind het gewoon leuk om jullie dan weer mee te nemen in mijn avontuur waar ik me dan weer in bevind. Doei doei!